Hoi en welkom bij een nieuwe video van mij. Ik sta voor de deur. Het is vandaag zondag. Vandaag gaan wij naar de kermis. Met de kinderen. We hebben hier kermis. En wij gaan daarna naar Eindhoven. Naar Samathese. Die heeft ons uitgenodigd. Dat is tante van Mustafa die in Eindhoven woont. Die heeft ons uitgenodigd voor de iftar. Dus daar heb ik echt super veel zin in ook. En ik ga nu eerst naar de zaak, want ik heb bestellingen. En ik ga voor bestellingen die we vandaag hebben gekregen even vandaag maken. En gelijk op de post doen. En daarna ga ik even naar mijn moeder toe, want mijn zus is daar ook. Want ik had heel veel kleren verzameld die ik niet op Vinted heb, die ik aan mijn nichtjes wil geven. En die heb ik op de zaak gezet. En mijn zus gaat straks weg. Gisteren ben ik vergeten te geven. Dus die tassen ga ik even bij haar afleveren. Zodat mijn nichtjes kunnen uitkiezen wat ze wel en niet willen. Dus ik moet opschieten, want ik moet gelijk weer terug. Guys, hier hebben we verhuizing nummer 2. En ik ga helemaal stuk op mezelf. Oh my god, ik heb even verzendingen gemaakt. En ik ben nu klaar. Maar ik wilde jullie even hier Ben de ellende laten zien. Echt een drama. Drama, drama. Maar dat maakt niet uit. Zee, vind je het leuk? Ja. Wow, goed zo, Arda. Nu gaat Zee ook. Zee, springen hè? Doe maar springen. Goed zo. Guys, wij zijn vandaag wezen fietsen. Vandaag is het maandag, tweede paasdag. Dus de kids zijn lekker vrij. Mama, kan je mijn raam open doen? Ja, het is warm in de auto, hè? Als jullie horen, mijn nichtje Haba, die gaan we nu even ophalen. Die komt ook bij mij logeren, want zij komt mij helpen 2 dagen met inpakken. En ja, deze week, ik ben sinds 3 dagen geleden, dat hebben jullie mijn vorige video gezien, ben ik begonnen met het inpakken. Mijn zus en mijn moeder hebben mij geholpen en nu komt Haba mij helpen. Al mijn vriendinnen willen mij helpen, al mijn neefjes, nichtjes, iedereen zegt tegen mij, hey, als je hulp nodig hebt, zeg het. En ook mijn schoonfamilie, alle tantes van Moes ook, die zeggen elke keer tegen mij, als je hulp nodig hebt, moet je zeggen. Alleen ja, het is maand Ramadan, ik vind het een beetje lastig om mensen te gaan vragen terwijl ze aan het vasten zijn. Ik vind het een beetje no-go of zo. Terwijl ze echt gewoon elke keer zeggen, Miek, we komen je echt helpen. Miek, we komen je echt helpen. Oké, jongens, ik ben met mijn nichtje Haba. En ik ga iets superleuks doen. Want ik heb testers binnen van Mieke Amsterdam. Van de conditioner en shampoo. Maar ik heb 5 geuren. Okay. En ik moet er 1 uit kiezen. Tenminste, ze hebben 5 verschillende geuren. En jij moet zeggen welke jij het lekkerst vindt. Heb je zelf al gekozen? Kijk. Welke heb je wel gekozen? Oh. Geef ons nummer 1. Hier, dit is nummer 1. Je kan ook die dop eraf draaien, want als je drukt, het vorige keer is in mijn neus gekomen. Trouwens, Haba gaat niet op beeld. Oké, kijk dan. Heb je zelf al gekozen? Nee, ik kan niet kiezen. Oh, dit is lekker, man. Ze zijn allemaal lekker. Lekker, hè? Heerlijk. Je mag er ook zo mee je haar. Dit is 2. Ja. Oh, dit is nog lekkerder. Oh, nee, dit. Wacht. Zo lekker. Wacht, dit is moeilijk. En geef maar eentje. Ja. Ik kan ook niet kiezen. Ze hebben het echt heel moeilijk voor mij gemaakt. Oh. Maar je moet niet zeg maar alleen aan mij denken of alleen aan jezelf. Je moet denken van, het moet voor man en een vrouw, hè? Oh. Het is, het kan voor beide. Nee, deze is echt apart. Maar lekker. Dat is nummer 4. Hoe vind je 4? Ook echt lekker. Nee, ik vind deze het minst. Ik zeg je eerlijk? Ik vind deze het minst, omdat ik vind dat deze te veel naar... Ja, ik weet niet, het doet me echt denken aan mijn stageplek, schoonheidssalon. Dit vind ik een beetje... Dan is het een standaard geur, denk ik. Nee, het is niet echt standaard geur, het is gewoon... Ik weet niet. Deze doet me een beetje aan hotel ding denken. Een hotel? Ja, hotelzweep of zo. Oké, dit wordt hem ook niet dan, want dat weet ik absoluut niet. Het is niet vies. Nee, dezelfde. Je moet kijken naar de codes. Oké, ja. Deze is echt lekker. Dit is nummer 2. Ja. Deze ook echt lekker. En deze ook.
moet je kiezen? Je moet kiezen. Ik zeg eerlijk, dit was mijn favoriet. Nummer 5, ja. Ja, ik snap en deze, wel. Nummer 2. Maar ik zeg heel eerlijk. Wat hij nou? Zegt, nee, maar hij is echt lekker, maar de eindgeur is een beetje net zo'n bellenblaas. Ik ben serieus. Ja, maar dat is toch lekker? Ja, is lekker, maar... Oké. Met welke, wil je je haar wassen? Je kan ook zo doen. Misschien juist met deze. Nee, deze vind ik echt... Welke, nummer 2? Ja. Is dat 2? Weet je wat grappig is? Hmm. Ik heb dus ook met 2 mijn haren gewassen. Oh, echt? Ja. Mag ik jouw haar ruiken? Ja, nu. Het is niet van vandaag. Oh, oh. En ik heb 1000 parfums erop, maar ruik maar. Oké, okay, je haar is dus wat... Ja, ik kan niet tegen als je haar niet lekker is. Oké, nummer 2 wil je proberen. Oké, wil je dan de conditioner nummer 2? En dan moet je een andere geur aan shampoo kiezen. Okay. 1 heb je wel geprobeerd, ja toch? Heb jij conditioner of shampoo? Dit is shampoo. En dit is conditioner? Ja. Dan doe die 2, denk ik. Ja, dan moet je kijken welke je geur je aan beter vindt, ja? Ja. Goed onthouden, ja? Oké. Guys, dit is dus die wekker met draadloze oplader van Frello. Ik ga hem zo even opladen. Zo fijn dit, want ik heb naast mijn bed geen stopcontact. Dus dan is dit echt een ideale uitkomst om dit op mijn nachtkastje te zetten. Maar al heb je een stopcontact, het is gewoon super fijn, want je legt je telefoon hierop, zoals je hier ziet. Gewoon zo erop, zeg maar. En dan wordt je telefoon ook gewoon opgeladen. Hoe ideaal is dat? En hij is ook zo mooi. De design zelf vind ik ook heel mooi. Hij past echt overal bij. Je kan hem zelfs in een woonkamer. Of ik zou hem zelfs op mijn bureautafel zetten. Gewoon met tijd aan. Gewoon met tijd erop. En dat ik hem gewoon lekker makkelijk overal kan verplaatsen. Dat is echt fijn. Ik ga hem straks aanzetten en laat ik jullie zien hoe het eruit ziet. En mocht je deze... wekker met draadloze oplader van Frello willen aanschaffen, kijk onder deze video, dan post ik een link van bol.com. Je kunt hem via bol.com aanschaffen. Nou, ik heb hem even aan de lader gezet en ik ga even de tijd instellen, want het is nu om precies te zijn 2:15. Ik heb super makkelijk tijd kunnen instellen en ook wekker. Ik heb voor morgenochtend wekker gezet om 8 uur. Als je hier dat knopje van de wekker ingedrukt houdt, dan kun je wekker instellen met een plus en een minnetje. En als je het knopje van de tijd ingedrukt houdt, dan kun je de tijd van nu, zeg maar, instellen. Je kunt ook kiezen, wil je 24 uur of wil je 12 uur, zeg maar, wat die aangeeft. Nou ja, ik kies voor 24 uur, vind ik veel fijner. En voor de rest, ik ga hem nu laten opladen en dan kan ik hem lekker op mijn nachtkastje zetten. Nou jongens, ik heb mijn nieuwe wekker hier opgezet op mijn make-up tafel in plaats van op mijn nachtkastje. Want vanuit mijn bed kan ik ook naar mijn make-up tafel kijken en ik vind hem hier wel veel leuker staan. En zoals jullie zien kun je gewoon je telefoon erop zetten en dan kun je ook je telefoon laden. Dat is echt ideaal. Dus kijk onder deze video voor de link waarmee je hem kunt bestellen. Nice. En ik ben ook benieuwd wat je vindt van de textuur, van het product zelf en alles. Okay. Meerdere mensen hebben het getest en die zijn echt helemaal enthousiast. Ik zelf ook, ja. Maar dit heeft ook echt heel lang geduurd, hè. Ja. Ik ben er al maanden mee bezig. Maar ik ben er bijna. Guys, look at this. Capri Sun for Life. Ik ben hier zo verslaafd aan. Ik vind dit zo lekker. Vooral die multivitamine. Dit zijn er 40 stuks. Ze hebben deze nu bij de kruidvat. Want normaal hebben ze altijd per 10 of per 20 volgens mij. En ik haal altijd 40 pak. Altijd bij de Sligro. Maar ik liep kruidvat naar binnen. Ik wilde toevallig Capri Sun daar halen. Want bij de Albertijn was deze op. Ze had alleen die van sinaasappel. En opeens zie ik een 40 pak. Hoe geweldig is dit? Vooral tijdens de Ramadan.
En ik heb deze zak chips gehaald van de Aldi. Deze is zo niet normaal lekker. Ik heb net al Vandaag is het donderdag. Ik ben deze dagen alleen maar thuis. Chaos, verhuizing. Hala is bij mij geweest om mij te helpen. Zoveel spullen op de zolder ingepakt. Overal liggen dozen. Dus de verhuizing is echt begonnen. Zoals hier. Nou, zoals hier bijvoorbeeld. Deze dozen zijn nog leeg. De achterste dozen zijn vol. Deze is vol. Overal schrijf ik ook van alles en nog wat op. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld winterkleding Malika. Ja, het is chaos. Het is chaos, chaos, chaos. Overal liggen tassen. Van alles en nog wat. Ik laat jullie even beneden zien. Nou, dit is dus de update beneden. Je ziet vooral op dit moment heel veel voetbalspullen van Mustafa. Dat zijn spullen die we apart ergens anders gaan opslaan. En we hebben ook een opslagruimte via iemand. Via iemand die Mustafa kent vanuit de club. En daar hadden we ook onze spullen opgeslagen toen we terug waren gekomen uit Turkije. En daar gaan we weer onze spullen opslaan. Destijds hebben we echt mega veel spullen opgeslagen. Ik heb by the way eettafel, stoelen, banken en zo op marktplaats gezet. Al best wel veel reacties erop gehad. Alleen mensen willen het gelijk nu per direct komen ophalen. Maar dat gaat voor ons niet. Ik heb ook duidelijk bij de advertentie erbij staan vanaf 10 mei op te halen. En wat wij ook echt vandaag moeten gaan doen of morgen is de boel hier sorteren. De kinderen, ik had gisteren al een prullenbak tas gegeven of zo'n afvaltas gegeven aan de kinderen om spullen erin te doen die ze niet willen. Nou ja, deze poppet vind ik gewoon zonde om weg te gooien, want als wij straks naar de winkel gaan ergens, dan willen ze deze poppet weer opnieuw kopen. Dus die twee gaan zeker mee. Maar er zijn zoveel spullen hier. Het is gewoon echt bende ellende die eruit moeten. Ik heb alle kinderboeken die ik had naar mijn nichtje laten wegbrengen. Naar mijn nichtjes. Hier hebben we spullen staan. Mijn koffieapparaat ga ik opslaan. Voor het geval dat ik hem uiteindelijk mee wil nemen. Dus die koffieapparaat ga ik niet wegdoen. En ja, de schilderijen ook niet. Deze kast blijft staan hier. Hier heb ik ook spullen bij de keuken. In de tuin hebben we super veel spullen. Ik weet nog niet wat ik met deze tafeltje ga doen. De schilderij gaat mee en de lamp weet ik ook nog niet wat ik ermee ga doen. Dus die vaas daar neem ik mee. En die twee schilderijen daar neem ik ook mee. Oh my god, jongens, wens me echt heel veel succes. Moes wist het al, maar had het met mij niet gecommuniceerd. Wij moeten blijkbaar voor 15 mei moeten we alle spullen al eruit hebben. Ik dacht voor eind mei. Maar we moeten waarschijnlijk voor 15 mei al alle spullen eruit hebben die we willen opslaan. Want die man die gaat op vakantie en zijn zaak gaat dus dicht waar wij onze spullen gaan opslaan. Hij gaat vanaf 15e op vakantie. 16e gaat hij op vakantie, dus 15 mei is onze laatste dag dat wij de spullen daarheen kunnen brengen. Dat betekent dat we vanaf dan al op zoek moeten gaan naar een slaapruimte. En ik kreeg van Saar via Instagram een heel leuk berichtje met dat er een hotel is in Nederland. Waar zij dus iemand kent die daar heel lang ook zat. Dat ze daar familiekamers hebben. En ik ga even vandaag met hun contact opnemen met dat hotel. Misschien dat wij daar een tijdje terecht kunnen. Een weekje of zo. Of 2 weken max. En dan willen we, denk ik, ergens echt vast gaan zitten voor een maand. En misschien in het buitenland. Ik had vandaag ook online gepost met: hey jongens, weekend een leuke villa met zwembad in Antalya. Want ik ben al weken op zoek naar een villa met zwembad. Met privé zwembad in Antalya.
Maar alle mooie villa's met zwembad, met een privé zwembad, die wij echt mooi vinden, zitten allemaal in Kash of in Kalkan. En dat zijn streken waar wij niet willen zitten. Dat is gewoon veel te ver van het centrum van Antalya, zeg maar. Wij willen liever in Belek of Kemer of Konyalte, ik weet niet hoe ik het uitspreek, zitten. Want dat is meer centraal bij Antalya, zeg maar. Dus ik weet echt niet wat er komende tijd gaat gebeuren. We willen gewoon even lekker weg, even uit, even tussenuit met de kids. En dan gaan wij het zien. En mensen verklaren me voor gek, zeggen tegen mij, ja, je hebt nog geen woning, hoe ga je dat doen met kinderen? Ik heb ook echt geen idee hoe ik dat ga doen. Maar ik weet ergens dat ik had echt een hele leuke uitdaging. Vind ik daarnaast ook, ik ben zoveel verhuisd in mijn leven. Dat voor mij een verhuizing of last minute opstaan en wegwezen en op zoek gaan naar een woonplaats, dat het voor mij een beetje soort van normaal is. Want ook in de tijden dat wij in een AZC leefden, we verhuisden zo vaak. We hebben zo vaak moeten, zo vaak moeten verhuizen vanwege dat een AZC dichtging. Of er een keer hebben we moeten verhuizen vanwege een storm. Omdat alle daken van de AZC in Zutphen, in Warnsveld waren weggewaaid. Gingen we opeens, ineens moesten we in een bus, werden we in een bus gepropt en gingen we van Zutphen, Warnersveld, ik weet niet meer hoe je het uitspreekt, maar vanuit daar gingen we ineens naar Gennep. Ineens woonde ik van Zutphen, woonde ik ineens in Gennep en moest ik daar opeens op school. En ja, ik was toen ook soort van een tiener, dus ik kan me nog alles heel goed herinneren. En ook door de oorlog zo vaak verhuisd, ook vanwege het voetbal van Mustafa zijn we inmiddels 3 keer verhuisd sinds dat we getrouwd zijn. Ja, dus voor mij is het niet echt iets dat ik denk van, wow, weet je, het is zo spannend. Ik begrijp dat als je 20 jaar in een woning woont of 10 jaar op een vaste plek woont en dat je moet verhuizen, dat het soort van echt als een afscheid voelt. Maar ik heb er niet echt hele emotionele band mee of gevoel erbij. Dus ik ben zo vaak in mijn leven verhuisd. Naast de AZC's ook gewoon in Tsjechië. We hebben ook in Kazachstan gewoond. We hebben een tijdje in Moskou gewoond. We hebben een tijdje in Dagestan gewoond volgens mij. En uiteindelijk in Nederland ben ik zo vaak verhuisd. Ja, dus dat is gewoon voor mij hartstikke normaal. Dus voor de mensen die niet begrijpen waarom ik er zo chill en kalm bij ben, dan weten jullie waar dat een beetje vandaan komt. Komt gewoon door mijn geschiedenis. Moes vindt het wel wat spannender en wat lastiger. En ja, zoals jullie zien achter mij, pende ellende. En dat is gewoon de komende tijd waarin wij gaan leven. Maar even los van de verhuizing, wil ik even hebben met jullie over Mika. Zoals jullie hebben gezien, had ik een tijdje geleden testers binnengekregen. En dit zijn al de, weet ik niet, hoeveelste testers. Ik heb zoveel producten al uitgeprobeerd. Ik ben heel erg pietje precies en heel kieskeurig. En ik heb altijd wel een mening van een ander nodig. Ik ben echt dit. De ene dag kan ik dit vinden en de andere dag kan ik dit vinden van producten of van bepaalde parfums of whatever. En uiteindelijk, dit is het eindproduct. Ook qua geur. Zoals jullie weten, ik ben gek op lekkere parfums. En het moet altijd heel lekker ruiken en ga zomaar door. Dus daarin ben ik heel erg kieskeurig geweest. En dit is gewoon echt een geur waarvan ik denk, tot nu toe iedereen die deze heeft geroken zegt, wauw, dit is echt lekker. Ook mannen. Dus Moes heeft deze ook meegenomen en al gewoon even rondgevraagd, wat vinden jullie van deze geur? Iedereen vindt het geweldig. Dus er was niemand tot nu toe die zei van, ik vind het niet lekker. Tuurlijk heeft iedereen zijn eigen smaak. En zullen er honderden mensen zijn die gaan ruiken. En denken, oeh, dit is echt niks voor mij. Maar qua geur sta ik hier volledig achter. En heel veel andere mensen om mij heen. Dus dat zit goed. En qua product, ja, ik ben er heel erg trots op. En ik kan gewoon zo niet wachten totdat wij de haircare lijn gaan lanceren. En dat jullie er ook van kunnen genieten. En wij zijn een beetje aan het struggelen met de prijsklasse. Ik wil het ook niet al te hoog hebben, omdat ik het een beetje toegankelijk voor iedereen wil houden. Dus qua prijs wil ik het ook aantrekkelijk maken. Dat is wel waar ik achter sta, zeg maar. Ik weet dat er, ja, ik vind, hoe moet ik het zeggen, heel veel mensen om mij heen zeggen, ja, je moet het echt wel, ja, Mieke Amsterdam staat toch wel ergens voor en je moet een bepaalde prijsklasse aanhouden. Ik begrijp ergens waar dat punt vandaan komt. Daar sta ik eigenlijk ook wel achter. Maar aan de andere kant denk ik,
hoe leuk is het soms als je iets koopt en het is kwalitatief echt super goed, maar qua prijs is het ook heel aantrekkelijk. En dat is wel een beetje waar ik naartoe wil gaan met mijn haircare lijn. Met hair tools is dat een beetje lastig om te halen, zeg maar, ook omdat de productie van de hair tools veel en veel meer investering met zich meebrengt, zeg maar. Je moet veel meer investeren en de productie is ook veel duurder. Dus dat is best wel lastig om te halen als je het echt kwalitatief wilt hebben. En ik hoop niet dat jullie nu iets op de achtergrond zien waar wij inmiddels ook al de testen, het eindresultaat van binnen hebben. We zijn alleen nog met de packaging bezig. Er komt namelijk binnen een paar maanden ook een nieuwe hair tool van Mika Amsterdam uit. Iets waar jullie heel lang op hebben gewacht, namelijk een krultool. Iets waar jullie heel lang op hebben gewacht, iets waar heel veel vraag naar is. Er zijn echt wel heel veel dames die zeggen van wanneer brengen jullie een dikkere krultang uit. Namelijk de 32 mm, die komt eraan. Het krijgt een hele andere look. Dus ik wil het niet precies hetzelfde als de krultang en de steltang hebben. Ik heb het een beetje... ik heb gewoon heel goed erover nagedacht. Heel veel mensen om me heen. Want ik ben er echt voor gaan zitten en gaan nadenken van wat is het mooist om te doen. En heel veel mensen om me heen zeiden tegen mij, je moet het eigenlijk hetzelfde houden. Dat het een mooi in één lijn is. Dus dat is, zeg maar, de krultang en de steltang wat wij nu al hebben, komt heel erg overeen qua kleur, zeg maar. Je moet het eigenlijk in dezelfde kleur doen, in dezelfde stijl. Want het is gewoon een andere krultang, zo'n andere dikte. En ik had zoiets van, nee, dat wil ik niet. Want ik wil niet dat als iemand opnieuw een krultang bij Mika Amsterdam gaat kopen, al is het een andere dikte, al is het een hele andere krultang, al is het... maakt het een heel ander krul, wilde ik ook volledig een ander gevoel erbij hebben. Want dan heb je toch wel het idee van, oké, ik heb hier misschien rond 100 euro voor uitgegeven. En als het binnenkomt en je maakt je doos open, dat je toch een ander gevoel erbij krijgt. En dat vind ik altijd zelf heel erg leuk als ik dingen binnenkrijg. Of als ik PR-pakketten binnenkrijg. Dat ik, als ik het openmaak en het is van hetzelfde merk als wat ik bijvoorbeeld een paar weken geleden heb gekregen. En het ziet er heel anders uit. Krijg ik een hele andere vibe bij. Ik denk dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik denk dat heel veel vrouwen dit hebben. Dat ik echt niet de enige ben. En daarom hebben we het dus nu ook in een hele andere packaging gestopt. Iets heel anders dan wat jullie van ons gewend zijn. En het krijgt ook een hele andere... het krijgt wat meer, ja, wat meer een coole vibe, zeg maar. Zo wil ik het ook niet beschrijven. Maar het wordt anders. Laat ik het daarop houden. De kleur wordt iets anders. En ja, ik ben wel een beetje uit mijn comfortzone gestapt qua Mika. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. En ja, dit was een beetje update. En mijn leven is op dit moment echt chaotisch. Ja, dus ik ben wel echt een beetje deze tijden. Ben ik echt een beetje mijn rust aan het pakken. En nu ook bijvoorbeeld vandaag en morgen moeten we gewoon super veel dozen gaan verhuizen. En er komt heel veel bij kijken. Deze hele week ben ik alleen maar daarmee bezig. Maar daarnaast had ik zoveel dingen op de planning staan die ik allemaal heb moeten cancelen. En voor het eerst heb ik zoiets van, ja, weet je, het is gewoon zoals het is. Het is niet anders. Ik kan mezelf niet in stukken hakken en mezelf gaan verdelen overal en daar en daar en daar en daar. Dus het belangrijkste op dit moment voor mij is dat ik gewoon veel meer tijd doorbreng met de kinderen. Dat is wat de komende tijd zeker gaat. Gewoon met mijn gezin en gewoon met mijn familie. En ja, that's it. En gisteren had ik ook echt een middag dat ik echt gewoon even niks meer zag zitten. En ik had zoiets van... Ik ben helemaal klaar met alles. En toen kwam ik weer bij. Dus ja, soms heb ik mijn dagen dat ik echt niet lekker in mijn vel zit. Maar dat heeft te maken met dat er gewoon zoveel veranderingen zijn. En dat het soms gewoon too much is. Maar ik blijf positief. Want dat is de enige wat ik kan doen. En met huilen of met down zijn en in bed liggen, weet ik dat ik helemaal nergens mee kom. Dus... that's it. Ik laat jullie even de tandpasta zien die ik in Griekenland had gekocht. Ik had even iemand beloofd. Ik had vorige week onder mijn video als reactie geplaatst. Ik laat het in de volgende vlog zien. Dat ga ik even nu doen. Het ging om deze tandenpasta. Dit is hem.
En hierbij ga ik ook deze video afsluiten. Thanks voor het kijken. En zondag plaats ik weer een video online. Bye bye. Oh ja, trouwens, mijn pyjama is van de Primark. Bye bye.